hartelijk welkom bij weer een nieuwe uitzending van Oude Westen TV, waarin je deze week weer een aantal nieuwe items kan gaan bewonderen. Ga er lekker voor zitten, pak een zak popcorn, iets te drinken, lekker bank hangen. Heel veel kijkplezier. Zo, ik mag weer iets vertellen over de Westkruiskade en ik dacht het is zo vlak voor Pasen, dus ik doe dat even vanaf de straat zelf. Wisten jullie trouwens dat deze straat gewoon zijn eigen nieuwsbrief heeft? Gewoon eens in de 6 weken komt hij uit met allemaal nieuwe deals, nieuwe acties, nieuwe verhalen. En nu sta ik heel even binnen bij Marseille. En die hebben dus voor Pasen ook iets verschrikkelijk moois gemaakt. Maar dat staat allemaal in een nieuwsbrief. Dus deze straat heeft gewoon zijn eigen nieuwsbrief. Nou, hoe gastvrij. Dus ja, ik vind dit gewoon zo ongelooflijk Westkruiskade, Oude Westen en gastvrij. Gewoon een straat die gewoon lekker doorgaat. En daarbij inschrijven voor die nieuwsbrief. Super gastvrij, jongen. Op deze mooie zonovergoten dag zeg ik, het is weer tijd voor de stem van het Oude Westen. Inderdaad, de stem van het Oude Westen met deze week de vraag, zijn jouw dromen al uitgekomen? We zijn benieuwd, wat is jouw droom? Mijn droom is, ja, dat is een moeilijke vraag. Daar ben ik eigenlijk heel weinig mee bezig. Mijn droom is volgens mij om gewoon elke dag met creativiteit bezig te kunnen zijn en daar mijn brood mee te kunnen verdienen. Wow. Ja, podiumkunsten. Ja, podiumkunsten, zoveel mogelijk uitvoeren. Ja. Beetje de theaterwereld, ja. Zeg. Ja, als ik dat mag doen elke dag en daar geld mee kan verdienen en zonder zorgen daar mijn werk van kunnen maken, dan heb ik het gewoon helemaal gemaakt in mijn leven. Als tiener en als echt jong kind nog niet heel bewust bezig bent met dromen en ambities en het leven veel actueler op je laat afkomen en gewoon van dag tot dag leeft en het zo gemakkelijker vindt om gewoon elke dag geluk te vinden zonder dat het per se vanuit een grote droom gevonden moet worden. Ik studeer samen met hem aan muziektheater op Kolaerts en dat was als kind wel echt een grote droom van mij om op een conservatorium te studeren of een theaterschool en dat is nu wel zo een droompje dat is uitgekomen, maar er zijn nog more to come, zeg maar. Actrice, zangeres willen ontplooien binnen, ja, het muziektheater, theaterwerkveld, televisiewerkveld. Ja, zoals ik al zei, dus hier op de opleiding worden aangenomen en dit elke dag mogen doen. Ja, ik denk dat dat wel de grootste droom is die ik als kind eigenlijk vanaf dat ik kon denken of zo, of wou ik al deze weg opgaan. En dat heb ik eigenlijk altijd stapje voor stapje, ja, gedaan. Dus eigenlijk ben ik al heel de tijd bezig met creativiteit en tot zover ik nu mag leven, vind ik dat wel de grootste droom die uitkomt. Het zo specifiek mogelijk maken, denk ik. Ja. Want als het heel specifiek is, kun je makkelijker doelen stellen om dat te bereiken. Ja, ik heb een bepaald droom voor het oog, maar ik ben er nog aan mee bezig. Ja, gelukkig zijn denk ik nog en ja, voor later ook, volg je hart. Echt volg je hart en doe wat je leuk vindt. Ja, ik denk vast wel. Maar niet echt eentje waar ik nu op kan komen, maar het is vast wel iets wat uitgekomen is, ja, tuurlijk. En wat is je droom? Om een eigen restaurant op te starten. Kijk, en kun je vertellen hoe die precies is ontstaan, die droom? Ja, ik moest kijken wat voor mbo-opleiding ik wilde doen en toen kwam ik bij de horeca terecht. Of bij horecaopleiding en toen kwam ik erachter dat ik mijn eigen restaurant wil opstarten. Ik wil heel graag met kinderen werken en ik ben op dit moment ben ik daarvoor bezig met de opleiding pedagogisch medewerker, zodat ik in de kinderopvang kan gaan werken. Op welk moment in je leven kwam je erachter, zeg maar, dat dat toch wel een beetje jouw roeping was? Ja, best wel vroeg, eigenlijk op de basisschool al, maar ik heb het altijd weggestopt omdat ik dacht dat ik het niet aankon, de opleiding. Bezig ben met stage, dus ik kan eigenlijk gewoon wel mijn droom achterna gaan nu.
En in deze tijd is het voor mij eigenlijk niet moeilijker geworden. Blijf vooral geloven in jezelf en ga die dromen gewoon achterna. Je bent nooit te oud om te leren, dus het kan altijd nog. Ik vond het best wel lastig tegenslagen, maar uiteindelijk, door erover te praten, ben ik er toch uitgekomen. Ik zou graag willen studeren in Korea, maar ja, met de lockdown kan dat natuurlijk nu niet. Dus dat is een beetje lastig, maar... Nou ja, ik heb sinds kleins van een gigantisch interesse in die cultuur. Ik vind het eten heerlijk. Mijn interesse ligt daar heel erg en ik hou van reizen. Dus dat leek me een ultieme kans om gewoon daar te gaan studeren. Gewoon heerlijk. En wat zou je graag willen studeren daar? Engels. Dus een Engels, het is een taalstudie. Kun je daar een jaar, een semester kun je daar volgen. En dan zou ik eventueel daar ook Engels les kunnen geven. Nou ja, ik ben verloofd. Dus, kijk, hoe nice. Sinds kort, super leuk. En dat is een van mijn dromen. Ik ben echt een gigantische romanticus. Ik schrijf al sinds dat ik 7 ben over romantische verhalen. Dus ja, dat is helemaal geweldig. Het is een van mijn grootste dromen om de ware te ontmoeten. En ik mag zeggen dat ik dat gevonden heb. En daar... dat is nu gewoon dus echt gelukt ook. Ja, het is echt gelukt, ja. Dus ik ben mijn droom voor zover is uitgekomen daarin. Hebben jullie al respons ontvangen vanuit hun? Nou, we zitten nog zo vers dat de reacties moeten nog echt komen. Het is de afgelopen dagen wel druk geweest in de huiswerkklas. Dus ik heb wel het idee dat de kinderen het lekker vinden hier. Er is veel ruimte, er is veel licht, het is iets moderner. En we hebben ook de inloopdag vandaag. Dus ouders zijn welkom om eens een kijkje te nemen van waar wordt mijn kind begeleid. Dus ik hoop dat er nog een aantal ouders komen om ook even polshoogte te nemen van hoe ziet het er hier eigenlijk uit. Deze huiswerkklas omdat ik moeite had met een paar vakken en omdat ik wel wat extra hulp nodig had. Okay, welke vakken zijn dat? Wiskunde en Nederlands. En kun je iets vertellen over de begeleiding die je hier krijgt bij de huiswerkklas voor die vakken? Nou, je krijgt hier gewoon goede begeleiding, dus help je ook en het is gewoon heel erg goed. Ja, je leert er wel wat van. Elina, inmiddels al 40 jaar bezig met de huiswerkklas. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Jullie zijn recentelijk verhuisd. Vandaag eigenlijk kan ik wel zeggen, nu deze uitzending zo op tv is. Kun je iets vertellen over dat proces, maar überhaupt ook over 40 jaar huiswerkklas? Want het is best wel bijzonder. Ja, dat kan je wel zeggen dat het heel bijzonder is. Omdat het al zo lang... het gewoon doorgaat. Ik denk dat het is omdat het gewoon heel leuk is om te zien hoe de jongeren het oppakken en dan
verder gaan na de huiswerkklas. Want ik kom nog eens wat oud-leerlingen tegen. En dan vraag ik, wat ben je nu aan het doen? En dan reageren ze heel enthousiast van, oh, u bent nog van de huiswerkklas. En dan gaan ze dan vertellen. En dat vind ik heel erg leuk om te horen. Zou je kunnen zeggen eigenlijk dat de best of both worlds, om het zo dan maar even te noemen, weer teruggekeerd is? Dus dat u destijds stopte met lesgeven, maar het gevoelsmatig ook weer een beetje terugkwam hier bij de huiswerkklas. Jawel, daarom ben ik het ook gaan doen. Ja. En het voordeel is, dat heb ik wel gezegd, als ik vakantie neem, ja, dan ben ik er niet. En dat kan dus nu niet in de schoolvakanties, maar daarbuiten. Demi, wat gaan we eigenlijk doen vandaag? We gaan even bij winkeliers op de Kruiskade vragen of klanten eigenlijk wel de 1,5 meter maatregel die naleven eigenlijk. Want dat wordt toch met het mooie weer toch wel een beetje lastiger, hè? Ja, en het wordt drukker natuurlijk. Dus. Precies. Nou, we gaan het zien. Nou, de rek is er natuurlijk een beetje uit. Het is best lastig met het virus. Maar lukt het een beetje om hier aan de maatregelen te houden voor de klanten ook en zo? Ja, dat gaat eigenlijk best wel goed. We hebben natuurlijk een vrij ruime zaak. En mensen weten ook inmiddels wel wat ze een beetje afstand moeten houden en wat ze een mondkapje op moeten hebben. Dus bij ons gaat het eigenlijk wonderbaarlijk goed. We hoeven eigenlijk nauwelijks te corrigeren. Ja. Ook met het mooie weer willen het toch nog wel lukken allemaal. Ja, met het weer heb je niet zoveel te maken. Hè. Ze moeten zich gewoon een beetje netjes gedragen. We hebben allemaal vak in de winkel staan. Dan moeten ze allemaal een beetje netjes instaan en proberen alleen te winkelen. Nou ja, goed, het hele verhaal dat hoor je zo vaak aan in alle winkels eigenlijk. En hier geldt eigenlijk een beetje hetzelfde. Het is wel wat lastiger. Je moet natuurlijk op afspraak. Nou hebben wij het geluk dat wij buiten staan. Dus daardoor hebben wij wel iets meer vrijheid. Maar je merkt wel echt verschil. Het is wel een stuk lastiger dan normaal. Tactisch over nagedacht, gelukkig. Ja, zeker weten. En wordt er ook nog een beetje wat aangeschaft? Gelukkig wel, ja. Er worden in deze tijd, juist omdat de mensen minder geld hebben, komen ze juist bij ons hun luchtjes halen. Nou, heel veel succes nog aan komende tijd en thanks voor je reactie. Jullie ook bedankt. Nee, op zich gaat het bij ons prima. We zijn natuurlijk al 12 maanden bezig. We zijn nooit dicht geweest, dus we hebben van het begin al de maatregelen aan mee gewerkt en ook steeds aangepast waar nodig. Dus. En af en toe wel mensen die binnenkomen zonder maskertje, maar gewoon opgelost door zelf een pakje maskers te kopen. Dus als iemand zonder masker koopt, dan geeft ze er gewoon eentje. Dan hoef je ook niet discussie aan te gaan, dan geeft ze gewoon zelf eentje. Dan is het zo makkelijk. En is er nog een specifieke routing, zeg maar, in de winkel? Worden er nog bepaalde maatregelen aangehouden? Dat is voor ons heel erg lastig, want zoals je ziet is het heel erg smal. Dus je hebt niet eens 1,5 meter loopafstand, zeg maar, tussen de kassa en de wand. Dus ja, het gaat op zich is gewoon, noem je dat, rekening houden met elkaar, dat eentje blijft staan totdat het eentje afrekent. Of dat ze mensen doorlopen, dus op zich. Mensen zijn het hier gewend, dus het gaat op zich nog redelijk soepel. Goed om te horen, dankjewel en werk ze nog. Ja, oké, dankjewel. Ja, onze klanten houden zich hier best wel aan. Wij hebben het ook gewoon netjes hier aangegeven voor de deur dus. Is er nog een maximale hoeveelheid waar je dan rekening mee houdt? We hebben max aantal klanten van 8. En als ze te veel, dan wachten ze buiten. Ja. Nou, heel veel succes nog aankomende tijd voor jullie en stay safe zou ik zeggen. Hetzelfde. Dank u. Ja, tot zover alweer de uitzending voor deze week. Maar niet getreurd, je kunt ons natuurlijk terugvinden op YouTube en ook op de website www.oudewesten.tv. En vergeet niet onze socials goed in de gaten te houden. Facebook, YouTube, Twitter en natuurlijk Instagram. Heel graag tot de volgende keer.